Ja, ik ga het vandaag met jullie hebben over het gedrag van apen. Maar ik ben ook heel benieuwd naar uw gedrag en hoe bewust u zich daarvan bent. Op het moment dat u de apenboom hier achter mij ziet, moet ik toch ook even aan dit denken. Want ik moet eventjes iets opplakken voordat ik begin. Want ik ben een beetje zenuwachtig, dat merkt u wel. En, even kijken hoor. Zo, kunt u het zien? Ja, hè? Het zit er. Zo. Goed. De kop is eraf. Ik sta hier op mijn stip, lekker veilig. Die plek is mij toegewezen. En we gaan beginnen. Ik laat u kennis maken met Sarah. Sarah is dol op de spiegel. Ze vindt het ontzettend leuk om gekke bekken te trekken en om te kijken wat dat gedrag wat zij vertoont met haarzelf doet. Dus ze herhaalt dat gedrag en ze blijft daarmee aan de gang. En ondertussen checkt ze ook wat het effect van dat gedrag is op haar vader die haar staat te filmen. Ze is nog onbewust van het witte plukje wat zij heeft. Ze is ook onbewust van de omvang van de wereld, waar zij nog heel veel van gaat leren. Maar wij zijn natuurlijk wel bewust van die omvang van die wereld en dat maakt het interessant. En geleidelijk aan gaat ze stappen zetten in de richting van het moment waarop van haar verwacht wordt dat ze zich zelfstandig in de maatschappij kan bewegen. Ze gaat eerst van huis naar bijvoorbeeld school, vervolgens als ze wat ouder wordt van huis naar werk en nog veel later zal ze vanuit huis naar een eigen huis gaan en misschien wel zelf kinderen krijgen. Je weet het niet, maar dat is wat haar voor haar ligt. Alleen zij is zich daar niet van bewust en ze is volledig vrij om te ontwikkelen en om te leren en laat zich ook niet hinderen door al die gedachten die volwassenen daar wel over hebben. Had u het gemerkt? Verwacht? Sommigen wel, sommigen weten het. Sarah is mijn jongste dochter. Ze is 2,5 jaar oud inmiddels, ietsje ouder dan daar. Maar ze is zich aan het voorbereiden op die wereld door onze hulp, via onze hulp. Wij leren haar dingen. Een van de belangrijkste dingen die we haar moeten leren is het onderdeel uitmaken van onze familie, onze sociale groep. En die familie is wat groter dan alleen Saar. Er zijn nog twee kinderen in huis en de een is 11, de zus, oude zus. En de andere is 8, broer. En die broer die heeft het inmiddels wel voorzien op zijn oudere zus. Die plaagt haar en die vindt het leuk. Dus ja, dan gaat Saar dat meedoen. Want die denkt, dat is leuk, dat kan ik nadoen. En het leuke is dat ze dat gedrag dus kopieert. Maar vervolgens zien we ook dat ze dat gedrag, ja, het lijkt wel, evalueert bij zichzelf. En dat ze toch onthoudt wat bij haar past of wat ze interessant vindt. En sommige dingen laat ze gelukkig ook achterwege. Maar wat heeft dat witte plukje er nu mee te maken? Daar kom ik straks op, want laat me nog even een ander voorbeeld geven. Herinnert u zich uw eerste autorijles nog? Ja. Wat dacht u toen? Help, help. Maar misschien dachten sommigen van u wel, hoe moeilijk kan het zijn om een auto te besturen? Rijden er zoveel op de weg en waarom niet? Totdat die auto aankomt rijden bij de eerste rijles, u stapt in, u gaat zitten en u denkt, wat is dit allemaal? Was u blij dat de auto een aantal aanpassingen had, waardoor het toch allemaal wat veiliger en prettiger voelde? Ja, wederom ja. Een instructeur die naast u zat, een veilig gevoel gaf en een beetje aanwijzingen gaf hoe u dat moest doen allemaal. Een paar extra pedalen, hè, voor het geval dat, je weet maar nooit. En bovenop het dak, niet te missen, een witte letter L. De letter L die andere weggebruikers laat zien dat u nog geen ervaring heeft, dat u het nog moet leren. De letter L die er ook voor zorgt, tenminste dat hoop je, dat die weggebruikers u de ruimte geven om fouten te maken, om eens een keertje eerder op uw rem te mogen gaan staan, zonder dat ze er gelijk bovenop zitten. Die witte letter L staat symbool voor die ruimte die u nodig heeft. Maar ja, er komt onvermijdelijk, tenminste dat hoop ik, de dag waarop u slaagde. En dan moet je het allemaal zelf doen. Je stapt in je eigen auto, de witte L is verdwenen, en dan ben je ineens onderdeel van het wegverkeer.
En dan hoop je dat het andere verkeer alsnog wel rekening met u houdt. En nou ja, ik zit veel op de weg, dus ik zie ook af en toe wel aan het rijgedrag of het een ervaren of een minder ervaren bestuurder is. En dan pas je je gedrag daar wel een beetje op aan. Maar anderen zien dus die letter L niet meer. En je moet het allemaal maar zelf zien te redden. Dit zijn twee menselijke voorbeelden van het effect wat het witte plukje in dit geval, of de witte L heeft. Wat je bij Saar zag was het vrije ontdekken van de wereld. Gekke bekken trekken, maakt niet uit, niemand die daar wat van zegt. En aan de andere kant ook die lesauto, waarin je leert om gedrag te ontwikkelen waarbij je binnen de kaders van wat allemaal mag, veilig en zonder ongelukken door het verkeer komt. En voor Saar geldt dan zonder ongelukken door het sociale leven uiteindelijk. Wat zijn nou vergelijkbare mechanismen bij apen? Kun je afvragen. En wat is dan bij die apen de betekenis van dat witte plukje? We schrijven 22 februari 2019. In Dierenpark Amersfoort wordt Malaika geboren. Malaika is een chimpansee. En ze is onderdeel meteen al van de familie. Met nog een stuk of 12 andere chimpansees. Waaronder haar moeder, die haar natuurlijk goed verzorgt. Een tante, die het ook heel leuk vindt dat er een klein aapje in de groep zit. En die af en toe babysit speelt. Een broer, Wingu. 10 jaar oud, dus ook in de leeftijd dat hij het leuk vindt om gedrag te ontdekken en uit te proberen, een beetje plagerig kan doen. En zijn zusje dus af en toe ook probeert een beetje uit te dagen. En Malaika heeft dat witte plukje. En wat is nou dat witte plukje? Dat is een plukje haar wat zich bevindt achterop haar stuitje en wat haar eigenlijk een vrijbrief geeft om te ontdekken. Wat haar de ruimte geeft, net als die letter L op het dak van die auto, om fouten te maken en te leren van alles wat ze tegenkomt. Of dat nou haar broer Wingu is, of de alfaman Caribuna. En Caribuna is sinds kort de alfaman in Dierenpark Amersfoort. Dus die moet ook nog het een en ander leren. Maar hij heeft het geleerd van Mike. En Mike is echt decennia lang de alfaman geweest die daar de boel op de rit heeft gebracht en heeft gehouden en die heel veel waardering heeft gehad van de rest van de groep. En Caribuna is uiteindelijk leider geworden omdat hij één sociale vaardigheid die apen bezitten heel goed onder de knie had, namelijk vlooien. En dat vlooigedrag is dus ook iets wat Malaika moet leren. En dat leert ze door te kijken, door te kopiëren en door te ervaren wat dat haar oplevert. En dat vlooigedrag heeft een sociale functie. In het Engels heet het grooming, dus het betekent ook een stukje verzorgen. Hè, want ze hebben helemaal geen vlooien. Maar dat vlooigedrag zorgt dus voor dat er sociale binding komt en dat er een soort morele schuld ontstaat. Want ja, als ik jou 5 keer gevlooid heb, dan verwacht ik daar toch wel een keer iets voor terug. En dat kan zijn steun bij een conflict. Dat kan ook zijn het delen van voedsel wanneer ik daar toevallig behoefte aan heb. Het witte plukje wat Malaika heeft, is dus om te leren. Maar vervolgens komt er een periode in haar leven dat ze toch op eigen benen moet gaan staan. Maar hoe weet ze dat? En hoe weten die andere apen dat? Nou, dat plukje, dat verdwijnt. Na 1 jaar of 4. En in die eerste 4 jaar dat dat plukje er zit, kan ze dus vrij bewegen. Wordt ze ook verzorgd door moeder. Die kan die eerste 4 jaar ook helemaal geen kinderen krijgen. Die heeft alle aandacht voor haar dochter. En dat maakt het zo mooi, want op het moment dat dat witte plukje verdwijnt, en dat ziet ze zelf niet, want het zit immers op haar stuitje, dan zal ze het moeten merken aan het gedrag van de andere apen. Die gaan haar uitproberen en die gaan ervoor zorgen dat zij zich een plek in die groep moet gaan verwerven en dat ze zich moet bewijzen als vrouw, in dit geval binnen die groep met vrouwen en uiteraard ook een aantal mannen. Iets anders wat heel belangrijk is, chimpansees en mensapen in het algemeen, leven hun hele leven lang in dezelfde groep. Als je je hele leven in diezelfde groep leeft, is het ook van groot belang dat je die sociale vaardigheden beheerst. Want op het moment dat er een conflict dreigt en je lost het niet op, dan zak je onherroepelijk in de hiërarchie naar beneden. Sterker nog, je komt misschien wel aan de kant te staan en je hebt zelf ook een slecht gevoel, want je komt elke dag opnieuw die andere leden van die familie tegen.
Dus je kunt maar beter die conflicten oplossen of voorkomen. En dat vlooien is dus een hele mooie manier om die binding op te bouwen, die sociale binding te krijgen met andere apen, zodat je later ook de steun krijgt wanneer je dat nodig hebt. Bij mensen is dat heel anders. Mensen leven dagelijks in verschillende sociale groepen. Jullie zitten hier nu bij elkaar in een compleet nieuwe samenstelling dan dat jullie gewend waren waarschijnlijk. Vanochtend stond je op, was je thuis met misschien een gezin of een partner of een hond. Je ging naar je werk, kom je in de volgende sociale groep terecht. En in de ene groep in de familie was je misschien aan het hoofd. En in die andere groep is dat misschien niet het geval. En misschien dat je na je werk weer naar huis gaat. En vervolgens 's avonds nog naar een sportschool waar weer een hele andere cultuur is en waar weer hele andere omgangsvormen gelden. En continu passen wij ons aan die verschillende sociale groepen. Iets wat apen dus niet hoeven te doen. En dan komt er nog iets bij, want waar die apen die binding ook echt nodig hebben, leven wij in een westerse, behoorlijk individualistische cultuur, waarin we misschien ook wel vergeten zijn wat de kracht van de sociale binding is. Vergelijk je dat met andere culturen, waar bijvoorbeeld, net als Mike bij de apen, opa en oma nog in huis wonen, zo oud, zo lang als ze leven, en waar opa en oma het voor het zeggen hebben, zo lang als ze leven. En als oma nee zegt, dan is het nee, en dan heb je daar maar in te schikken. Dat kennen wij niet. Als je dat gaat projecteren op bedrijven bijvoorbeeld, en dat is wat ik ook vaak doe natuurlijk, dan zie je dat in bedrijven altijd een beetje dubbel gevoel heerst. Aan de ene kant is er altijd de wens om aan teambuilding te werken, aan goed samenwerkende teams. Daar wordt heel veel in geïnvesteerd. En aan de andere kant zetten managementteams van bedrijven behoorlijk regelmatig de boel op zijn kop door veranderingen aan te kondigen. En dwingen ze eigenlijk mensen in een soort overlevingsmodus. En wat gebeurt er als je in de overlevingsstand komt? Dan ga je terug naar primair gedrag. En dan moet je ook soms de groep gaan opzoeken om met elkaar steun, bij elkaar steun te vinden en met elkaar tegen die plannen in te kunnen gaan. Ja, en dan komt het er maar net op aan, heb ik in de afgelopen jaren mijn collega's wel genoeg gevlooid om die steun te krijgen en om iets te bereiken. En waar bedrijven dan soms de plank misslaan is door de druk erop te zetten dat ze de motivatie bij mensen weghalen. En dat talenten die er zijn minder ontwikkeld worden, omdat mensen zich geremd voelen, niet vrij voelen om die talenten te gebruiken. En in dat verband moet ik vaak denken aan de TED-talks van Ken Robinson. Ken Robinson die vertelde in zijn verhaal vaak dat het onderwijssysteem de talenten van de kinderen eigenlijk verkwanselt, zoals hij dat noemde, door niet de individuele talenten te ontwikkelen van die kinderen, maar ze te dwingen in een onderwijssysteem mee te doen en allemaal op dezelfde manier te leren. Maar dan doe je die kinderen tekort. En in bedrijven geldt dat natuurlijk ook voor de medewerkers als je op die manier werkt. Voor mij is dat dus een inspiratie ook. En dat witte plukje is voor mij eigenlijk het symbool voor de ruimte die je krijgt, maar ook de ruimte die je kunt geven aan iemand om zich te ontwikkelen en om nieuwe ervaringen op te doen. Zoals ik nu op die rode stip sta, is toch een behoorlijk nieuwe ervaring, kan ik u zeggen. Ken Robinson is helaas 2 weken geleden overleden. Maar laat u zich vooral nog door hem inspireren door zijn talks op te zoeken op YouTube. Helemaal aan het begin zag u een plaatje achter mij, daar stond bij de apenboom. En de apenboom is een model wat ik gebruik en wat ik heb gemaakt om inzicht te geven in de sociale posities van mensen. En dat kunnen kinderen op scholen zijn, maar dat kunnen ook volwassen mensen zijn in een bedrijf. Binnen de groep. En dit is een voorproefje, dit is een uitsnede, een klein deel van die hele boom. Maar dat model ga ik gebruiken om sociaal bewustzijn te ontwikkelen bij mensen. En dus ook bij kinderen. Waar zit ik in die boom? Zit ik daar op mijn plek? Voel ik me daar prettig? Of kijk ik angstig omhoog naar de leider die mij probeert klein te houden? Anders vertaald, die mijn witte plukje zo snel mogelijk wil laten verdwijnen. En in die boom gaat het dus niet alleen over de positie waar je zit, maar ook over de gevoelens die dat oproept.
En het verlaagt de drempel om in gesprek te komen over je kansen, over je gevoel, over wat je beleeft in zo'n bedrijf of op school. En je kunt dus ook met elkaar bepalen of je op die plek misschien dingen anders kunt doen om daar gelukkig te worden. Of je stippelt met elkaar een route uit om op een andere plek in die boom terecht te komen. Het gaat er uiteindelijk om dat je elkaars gedrag begrijpt en dat mensen zich sociaal veilig voelen, waardoor ze kunnen praten over wat ze dwars zit en niet wat mensen dus wel kunnen en apen doorgaans niet de beslissing nemen om weg te gaan. Ja, als we niet kunnen praten, dan ga ik wel weg. Nee, je blijft in die groep en je probeert het door te communiceren met elkaar binnen die groep voor elkaar te krijgen. Als we het samenvatten, dan zijn de overeenkomsten tussen mensen en apen misschien wel groter dan we zouden denken. En voor sommigen misschien wel groter dan we zouden willen. Voor mij is het in ieder geval een onuitputtelijke bron van inspiratie om het gedrag van die apen te vertalen naar het gedrag van mensen, terug naar de basis. En dat witte plukje wat die apen dus kennen, dat is voor mij het symbool voor de behoefte die wij als mensen ook kennen om die ruimte te krijgen en om ons talent te kunnen ontwikkelen. Het sociaal bewust worden is daar dan een belangrijk onderdeel van. En als je dus in een sociale groep bent, realiseer je dan, vraag jezelf dan af, ben ik hier sociaal veilig? Voel ik me hier sociaal veilig? En is het antwoord nee, loop dan niet weg, maar maak het bespreekbaar en doe er wat aan. En daar mogen die apenboom dan een hulpmiddel bij zijn. Het belangrijkste is dat het begrijpen van het gedrag een positieve uitwerking heeft op het ontwikkelen van talent. En iedereen heeft zijn eigen talent, dus iedereen moet ook individueel daarin begeleid kunnen worden. Volgens mij ben ik mijn witte plukje verloren. Maar, nou ja, komt goed uit. Mijn avontuur zit erop. De rode stip ga ik straks overgeven aan de volgende spreker, maar ik heb toch nog even een vraag voor u. Wanneer verloor u voor het laatst een wit plukje? En ik wil u uitdagen om vooral te blijven zoeken naar nieuwe witte plukjes. En anderen de tijd te gunnen om u te helpen bij het ontwikkelen van talenten die u ongetwijfeld nog ergens verstopt hebt zitten. Ik wens u nog een hele mooie avond verder en tot ziens zometeen.